Sinds afgelopen zomer staat het belofte-elftal van PSV onder leiding van Marco Roelofsen. De oud-prof van onder andere FC Twente, Heerenveen en FC Zwolle is in Eindhoven de opvolger van Anton Jansen die naar NEC vertrok. Roelofsen is zeer te spreken over zijn eerste maanden bij zijn nieuwe club. Ja, geweldig. Als je het ziet, de accommodatie is natuurlijk fantastisch en alle faciliteiten voorzien. Dus ja, genieten. Ja, hoe is het contact in de zomer tot stand gekomen? Oh, dat baseert alweer van iets langer terug. Ik heb vroeger gevoetbald met trainer Rutte en trainer Ten Hag. En ja, we kwamen elkaar een keer tegen bij FC Groningen, FC Twente, belofte team. Waar ik aan het scouten was namens FC Zwolle en daar spraken we elkaar. En toen raakten we zo in gesprek met elkaar, ook over het vak voetbal uiteraard. En informeerde de trainer van, wat doe je? Nou ja, ik train de B1 van FC Zwolle. En ik zit op mijn cursus, die volg ik. Nou, van de een kwam het ander. En hij informeerde mij van, of zei tegen mij van, wanneer je een diploma hebt, zeg je, maar moet je me een keer bellen. En dan weten we wat we voor elkaar kunnen betekenen. Na de afsluiting van zijn actieve voetballoopbaan in 2004 was Roelofsen scout en trainer van verschillende jeugdelftallen van FC Zwolle. En nu dus een belofte elftal. Dat blijft altijd een apart verhaal. Natuurlijk wil je zo hoog mogelijk eindigen, maar de ontwikkeling van de spelers is minstens zo belangrijk. Ook kan de groep per dag van samenstelling wisselen. Een lastig verhaal, maar een mooie uitdaging. Voor mij is het ook een leermoment, maar voor die jongens denk ik ook. Je hebt uiteraard, en dat hebben we van tevoren al gezegd in het begin van het seizoen, daar heb je mee te maken als je in een belofte team speelt. Je hebt met mensen die van bovenaf mee moeten gaan doen en die hun speelminuten moeten maken. En dan heb je als jong PSV-speler heb je daar mee te maken. En dan moet jij je momenten op een ander moment uitkiezen om daar te presteren. En ja, ik weet dat het een situatie heel moeilijk is voor, af en toe, voor spelers. Maar ja, dat is ook een mentale kwestie. En daar moeten ze ook kennis mee krijgen. Hoe zou u zelf als trainer omschrijven? Ja, ik hou het uiteraard van mooi voetbal. Maar ik hou van het spelletje van het overtal situatie proberen te creëren op het veld. En daar vandaan te gaan voetballen. Zo trainer ben ik. En ik hou ook van een drie spitsen systeem. Ja, oftewel nou een puntje naar voren is of met een punt naar achter is, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar het liefst met drie spitsen. Met twee overwinningen en twee gelijke spelen is Jong PSV de competitie uitstekend begonnen. Die lijn wil Roelofsen zo lang mogelijk vasthouden. Als je dat individuele speler vraagt van wat zijn je ambities, dan willen ze allemaal kampioen worden. Nou, ik heb geen mooi instapmoment gehad, want ze zijn vorig jaar kampioen geworden. Dus er zijn ook de verwachtingen daartoe. Maar ja, ik wil altijd aan elke competitie die ik speel kampioen worden. En die instelling probeer ik altijd ook wel over te brengen naar de jongens toe. Maar ja, of dat gaat lukken, we zijn net begonnen, we zijn redelijk goed op weg. Zoals het er nu voor staat, komen er heel veel clubs al bij elkaar. Dus ja, dat zal heel spannend worden. Zijn pupillen zullen het misschien niet allemaal weten, maar Marco Roelofsen speelde liefst 20 seizoenen betaald voetbal. En dus kwam hij ook meerdere malen uit tegen PSV. Een bekerontmoeting uit het seizoen 92-93 springt er voor Roelofsen uit. Ik heb PSV ooit een keer de das omgedaan voor de bekerwedstrijden, kwartfinale. Toen de tijd hebben we in de verlenging gewonnen. Die scoorde ik toevallig de winnende goal. En het was even zoeken, maar we hebben het bewuste doelpunt gevonden. Rechtop. Speelt fantastisch van Aarle uit en heeft de Visser bereikt. Daar is de voorzet en daar komt Roelofsen en daar is ja de score voor Heerenveen. Marco Roelofsen. Maar wat een goede aanval met rechtop en de Visser daaraan voorafgaand ook.